ben hier in IJmuiden zojuist het dak opgestuurd door Martin Kooijman van Winsys. Maar we staan hier wel in een hele bijzondere omgeving, kan ik wel zeggen. Met achter mij de grootste staalfabriek van Europa. We staan tussen de pieren, windmolens, zonnepanelen, noem het maar op. En ik hoorde van jou net dat we ook in de grootste energiehaven van Nederland zitten. Of het wordt de grootste energiehaven. Wat is het precies? Eigenlijk de plek waar heel veel zaken samenkomen. Je staat ook echt wel op een mooie plek. De energiehaven van Nederland noemen we het een beetje. Waar natuurlijk de windmolens onderhouden worden vanaf deze plek. De windmolens die op zee staan. Maar dat komt ook steeds meer samen. En dat noemen we een beetje de industry cloud. De industry cloud, kun je dat even simpel uitleggen voor de kijkers thuis? Ja, het is niet heel simpel uit te leggen. Maar we kennen natuurlijk allemaal de kantoorwerkplek. Hè, waar je elke dag op werkt. Het bureaublad wat je gebruikt om gewoon je officeomgeving te doen. Maar je hebt natuurlijk ook de automatisering. Hè, waar de apparatuur bij samenwerkt. En het samenkomen van die echte harde technologie en die soft skills, zeg maar, ja, dat noemen we de industry cloud. Wauw. En is dat dan allemaal op afstand te bedienen of gebeurt er ook nog wel wat handmatig? Er gebeurt zeker heel veel handmatig. Alleen het is wel nuttig om te weten vooraf, bij een windmolen bijvoorbeeld, of er echt onderhoud moet plaatsvinden. Of een scheepsmotor nagekeken moet worden. Of bij wijze van spreken de fabricage al goed doorloopt. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Die informatie moeten wij vooraf weten. En niet achteraf of een mannetje naartoe moeten sturen. En kan je dit dan hybride werken noemen? Ja, niet helemaal. Hybride werken kennen we natuurlijk vanuit de coronatijd. Gelukkig hebben we dat een beetje achter ons gelaten. Mm-hmm. Maar hybride werken hoef ik niemand meer uit te leggen. Dat je overal kan werken, op je thuiswerkomgeving, aan de andere kant van de wereld, zelfs op vakantie. Het hybride en overal kunnen werken, dat snappen we wel met z'n allen. Maar wanneer automatisering en eigenlijk dat hybride werken samenkomt, ja, dan wordt dat natuurlijk een heel interessante. Dan heb je ook de informatie uit sensoren en andere omgevingen. Dus er wordt eigenlijk een extra intelligentie toegevoegd aan dat werken op afstand. Ja, die intelligentie komt vanuit de cloud. En het leuke is, die term ken je al. Dat heet artificial intelligence. Ah. Waar dus die informatie, datastromen bij elkaar worden gevoegd. Waar die informatie die samengevoegd wordt ook nog eens kan leren. Dan noemen we het met een mooi woord machine learning. Dus daar heb je eigenlijk alle moeilijke termen wel gehad. Het lijkt nu alleen maar te gaan over de industrie, is dat zo? Nee, industry cloud is gek genoeg niet alleen maar industrie. Want ook de accountant heeft informatie nodig. Informatie van dat bedrijf, zodat hij natuurlijk de presentatie van niet alleen maar jaarcijfers, maar de informatie hoe het op dat moment ervoor staat, in de hele organisatie eigenlijk ter beschikking kan stellen aan dat bedrijf. Ook die accountant maakt dus eigenlijk gebruik van de industry cloud. En zit er dus eigenlijk middenin. Ah, helder. Heb je nog een voorbeeld? Ja, een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld een beveiligingsbedrijf. Vroeger had je mensen nodig die natuurlijk inspecties deden om te kijken of het allemaal wel goed ging. Ja. Maar tegenwoordig heb je ook data nodig. Data die bijvoorbeeld komt uit camerasystemen en eigenlijk een soort controlecentrum. En als die zaken dus samenkomen, dan begrijp je precies wat die industry cloud is. Waarbij mensen, eigenlijk de handelingen, maar ook het kijken en de technologie samenkomt. En waarom staan we dan hier? Wat heeft dat met deze omgeving te maken? Nou, deze omgeving leert elke dag, elke minuut, misschien elke seconde wel. Van de informatie van de waterstanden tot het weer. Je kan het zo gek niet bedenken. Informatie die nodig is om sneller, beter, maar vooral ook natuurlijk veiliger te kunnen werken. Dus als ik het goed begrijp, laat je de systemen eerst voor jou nadenken zonder dat jij het wiel hoeft uit te vinden. Klopt dat? Sterker nog, het is ook echt een samenwerking tussen jou als mens en de technologie. En wat Winsys dus doet, is het fundament bouwen. Dus ervoor zorgen dat die data op een veilige manier verwerkt kan worden vanuit ons datacenter en vanuit de cloud die bijvoorbeeld aangeleverd wordt door Microsoft of Amazon. Ik heb het idee dat het zich allemaal steeds verder doorontwikkelt. En is het dan ook niet zo dat jullie over pak een beetje 10 jaar... overbodig zijn geworden? Ja, ik moet helaas zeggen dat je gelijk hebt. Over 10 jaar het huidige beheer en onderhoud bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet meer. We hebben het net al over het feit dat systemen steeds slimmer worden, dat technologie steeds beter gebruikt wordt. En ik zou natuurlijk liegen als ik zou zeggen dat wij op dezelfde manier beheer en onderhoud gaan uitvoeren over 10 jaar. Natuurlijk gaan die systemen steeds sneller leren, steeds beter interpreteren en dus onze functie verandert ook. We gaan steeds meer adviseren, we gaan mensen trainen, we gaan ze laten werken met de systemen zoals ze nu nog niet kunnen bedenken. Dat bedenken wij dus voor ze. Bedankt Martin, ik denk dat we een stuk wijzer zijn geworden over de Industry Cloud. Ja, heel graag gedaan en ik neem je de volgende keer weer mee naar een bijzondere plek waar we ook op die manier laten zien wat we doen. Nou, ik ben benieuwd waar we dan naartoe gaan. Mocht u thuis meer willen weten of wilt u weten wat Martin zijn bedrijf voor uw bedrijf kan betekenen, ga dan even naar onze website.